Waar wat deze 60 betreft pertinent niet op bezuinigd mag worden. Het is eigenlijk een beetje de plek waar we nu staan of wat hier gaat komen in de komende periode. Tilburg D60 vindt onderwijs heel belangrijk en Tilburg als kennisstad. Hier achter ons gaat in de komende jaren een plek komen waar buitenlandse studenten en buitenlandse kenniswerkers een plek kunnen vinden in deze stad. D60 denkt ook graag internationaal en het is heel goed voor Tilburg als wij ons op die manier ook inzetten om mensen van buiten Tilburg hier naar de stad te halen om te studeren. Dat is jong talent. Dat moeten we dan ook proberen vast te houden. We international students are mainly dependent on two housing companies here that offer accommodation for international students, which are quite expensive. They are more expensive than other apartments for Dutch students. Yeah. Problem is that in the beginning they help you, but if you are not willing to pay 400, 500 euros for a small room, then and you want to find something on your own, then you really have a problem because there are not many apartments, especially that are close to the city center and university. And if you don't speak Dutch, it's a little bit difficult too. I went to the Kijkavond here to try to find a room with a Dutch housing, and it was quite difficult. They prefer to have someone who speaks Dutch, of course, I can understand also. Wat mij betreft hoeven ze niet per se meer op de studenten te bezuinigen. Ik vind wanneer ze een looptijd hebben van 3 jaar en ze gaan 5 jaar studeren, dan vind ik dat ze dat van ons geld doen, van de gemeente, van de gemeenschap. Daar vind ik dat we bezuinigd op mag worden. Ja, het is wel je toekomst. Ik weet niet. Ik denk dat er al genoeg geknepen is. Ik heb echt geen idee. Ik vind ook dat studenten moeten ook gewoon de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Dat is ook goed voor het land. Bouw gewoon studentenwoningen. Nou ja, ik denk dat één meneer het heel treffend zei. Het is ook investeren in de toekomst. Hè. Voor heel veel Tilburgers die natuurlijk niet meer gestudeerd hebben, is het natuurlijk een beetje ver weg, die studietijd. Maar iedereen heeft wel kinderen en kleinkinderen die moeten gaan studeren in Tilburg of die ergens anders gaan studeren. En het is natuurlijk wat verder weg. Het staat wat verder van een aantal Tilburgers af. Maar het is heel belangrijk, toekomst. En ik denk dat die ene meneer in ieder geval heel treffend in het stuk vertelde. En dat is ook de drive waarom D60 zegt, daar moeten we echt op in blijven zetten. Kijk, een heel groot gedeelte van de bezuinigingen zijn bezuinigingen van dit kabinet. Die dit kabinet helpt de gemeente heeft opgelegd, ook op specifieke onderwerpen. Je kunt kiezen om die als gemeente te compenseren, omdat je dat slecht beleid vindt. Maar ja, daar kiezen wij niet voor, want dat geld heeft de gemeente niet. Dus je moet die bezuinigingen die landelijk opgelegd worden op bijvoorbeeld een stukje zorg, op bijvoorbeeld een stukje onderhoud van je stad, die moet je ook daar laten vallen waar de regering dat wil. Dat is een keuze die in Den Haag gemaakt is. Daarnaast ziet D60 nog heel veel mogelijkheden om dingen slimmer te doen. Heel veel zaken worden bijvoorbeeld in de zorg, in de WMO nog dubbel gedaan. Heel veel organisaties die heel hard werken, heel veel goed werk doen. Maar daar kun je zorgen dat die partijen meer samenwerken, waardoor je uiteindelijk ook geld overhoudt.